Hallo allemaal, ik ben Nerf Cowboy en welkom bij deze gloednieuwe unboxing review van een gloednieuwe. Dit is een best oude blaaster ondertussen al. Ik denk dat hij volgens mij al 2 jaar oud is, bijna zo'n beetje. En deze kwam volgens mij tegelijkertijd uit met de Infinus en zo. En voordat ik deze video eigenlijk voor de rest verder ga, heb ik een beetje een druk weekje voor jullie eigenlijk qua video's. Deze week komen er namelijk niet alleen deze, want ja, zoals jullie merken, deze video komt niet online normaal zoals op woensdag, zeg maar. Maar nee, vandaag, deze week, wordt een druk weekje qua video's. Ik heb namelijk niet 1 video voor jullie, ik heb niet 2, ik heb niet 3, ik heb 4 video's voor jullie. En één daarvan is wel een Donder Blaster en het is niet echt een blaster die je zomaar in elke winkel kan kopen. Dus ja, die krijgen jullie de volgende video. Maar vandaag heb ik voor jullie gelijk de Scout Mark II. En dan komen er nog wat andere blazers. En de week, volgende week, dan komen alle, ja, dan komt er een gloednieuwe blazer. Dus bereid je maar voor daarvoor. Maar goed, vandaag heb ik, zoals ik al zei, een review. Unboxing review van de Scout Mark II. Deze kwam tegelijkertijd een beetje met de Infinus uit. Hij heeft ook een beetje de dingen zoals de Infinus heeft ook en zo. En ja, ik ben wel op zich wel benieuwd naar deze blaas. Ik heb deze bij de Action vandaan. Ik was daar zo voor wat cadeautjes voor een verjaardag. En ja, deze blaas lag daar zo voor €7,95. Ik dacht van, ha, dat is nog eens een goede prijs. Dus ja, wil je deze ook? Ga zeker weten naar de Action. Want dit is zoveel beter om deze blaas voor €7,95 maar te halen. Dat is echt heel goedkoop. In plaats van dat je voor de meeste sites rond de €12 tot €15 moet betalen. En ik heb zelfs een site een keer gezien die je verkocht hem voor €20. Dus ja, ik zou hem bij de Action halen voor €7,95. Dat is stukken beter, kan ik je zeggen. Maar goed, laten we maar even naar de doos gaan kijken. Goed, je ziet hier boven Nerf staan. Het is ook een open doos, dus je kan de blaster wel beschadigen. En zeker zoals ik hem in de winkel heb dan kan hij best snel beschadigd raken. Hij komt met 4 dart rotating drum. Dus je krijgt dan ja, zo'n klein cilinder dingetje. Je ziet hier, doet hij best wel lol met de Scout. Dus, ja. Hier is Scout Mark II. En 4 Elite Darts komt hij mee. En Anstrak Elite en Hasbro. Voor de rest, hier staat Scout Mark II. Het is namelijk de tweede versie van de Scout namelijk al. Als jullie de eerste Scout niet kennen of nooit hebben gezien, dan kan dat wel kloppen, want het is een hele oude blaster. Het is namelijk nog een Anstrike blaster. Het heeft zelfs op de oude rocket launcher gezeten, de Titan. En ja, het heeft ook gewoon zijn single versie gehad en alles, maar man. De Scout is best een oude blaster en nu hebben ze een Mark II gemaakt. Nou, ik zal nu even een plaatje laten zien van de Scout zoals hij er vroeger uitzag. En ja, zoals je ziet, ze zien er totaal niet uit, hetzelfde uit. En voor de rest op de achterkant zie je nog een beetje waarschuwingetjes en 4 dart rotating. Je ziet een beetje de trigger en ja, het standaard zootje en voor de rest nergens iets anders. Dus laten we maar nu lekker gaan unboxen. Goed, in de doos krijgen de blaster, 4 darts en waarschuwingen. Ik ga deze blaster even gebruiken en ik zie jullie zo meteen weer terug. Goed, de Scout Mark II. Nou, deze blaster, ja, is gewoon een simpele blaster. Ik heb voor deze geen problemen gehad of wat dan ook met deze blaster. Alles is gewoon goed. Ja, deze blaster werkt gewoon zoals ik had gedacht eigenlijk wel. En ja, hij is goed. Dat is alles. Deze blaster deed me alleen wel een beetje heel erg denken aan een andere blaster. En dat is de Accu-Strike Quadrant. Ja, je ziet ook gewoon, als je naar deze twee blazers kijkt, je ziet wel een beetje de vergelijkingen. Allebei 4 darts. Ze hebben allebei echt letterlijk even grote grips. En de prime is aan de achterkant. Alleen deze is gewoon zo recht. En deze zit schuin. En ze schieten allebei, ze hebben hetzelfde geluidje wanneer ze schieten. Ook als ze primen. Ja. En ja, ze zijn letterlijk gewoon kopietjes van elkaar. Alleen als ik zelf eerlijk moet zeggen, qua coolheid vind ik de Scout wel de cooler uitzien. Maar de Quadrant is gewoon veel beter omdat hij met Accu-Strike darts komt. Maar dat is gewoon puur mijn mening natuurlijk. Maar goed, zoals je kan zien, geen barrel point of wat dan ook. Ja, het zou ook wel heel gek uitzien op zo'n blaster. Ook al zou ik het wel zien aankomen op de nieuwe Elite 2.0 series.
En ja, dat is wel een beetje een spoiler voor volgende week. Voor de rest heb je een soort van grip dingetje die ook op de Infinite zat. En dat is gewoon echt een grip die je gewoon zo vastpakt. Hier zou ik hem niet zo snel vastpakken. Zo, dit ding is gewoon met één hand goed genoeg. Je hebt er nog een tactic grip boven. Mocht je een scope of laser of wat de hel dan ook erop willen planten. Voor de rest heb je de grip. Nou, de grip is ja, voor mij comfortabel. Ik heb al een redelijk grote hand en mijn hand past er nog net in. Hij raakt net aan het randje, zeg maar. Maar dat is voor de rest niet oncomfortabel. En ja, je kan ermee doen wat je wil en zo. En ja, voor de rest, de trigger is heel licht en is gewoon dik en smooth. Dus dat is heel comfortabel. En voor de rest, de Prime is heel licht en soepel en geen problemen daarmee. Ja, geen stak voor de rest natuurlijk ook. Ja, deze prijs is gewoon simpel. En je ziet hier dan nog Scout Mark II staan en Nerf. En in de handle zie je nog Nerf Elite. En Strike Elite. Blablabla. En ja, deze blaas is gewoon voor de rest oké. Ja, geen problemen mee. Hij werkt goed. En ja, hij was heel goedkoop. Dus laten we maar gewoon lekker gaan schieten. Ik weet ook niet wat we kans moeten doen. Goed, voor de rest. Ja, ik ben vergeten voor de rest de cilinder. De cilinder is gewoon heel klein. Reload is wel simpel. Weet je, je doet gewoon twee darts aan die kant. Twee darts aan die kant. Dan draai je hem even en dan doe je weer twee darts. Zo simpel is het, ja. Ik wou er voor de rest geen tijd aan verspillen. Goed, ik heb hier in totaal ga ik gewoon 8 darts schieten van elke kant. En ja, zo doen we dat gewoon lekker. Dus let's go. Mark II, zoals ik al eerder heb gezegd, geen probleem met deze blaster. Het is gewoon een simpel blaster. En weet je, 7,95 is niet veel, dus waarom niet, weet je? En ja, voor een sidearm, ja, het heeft weinig darts. Het heeft maar 4 darts. En ja, het schiet niet enorm hard. Maar het is oké, weet je? De blaster is oké, dus waarom niet, weet je? Het is 7,95 bij de action. Dus ja, gaan we deze, ja, als je wil, ik raad hem aan. Om het zo te zeggen. Ik raad hem aan. Zeker voor de prijs bij de Action. Bij andere winkels zou ik hem niet zo snel doen. Voor 12 euro? Nee, doe mij niet. Dat is zonde van je geld. Maar 7,95, waarom niet? Weet je, super goedkoop. Dus ja, heb je een Action bij jou in de buurt? Ga zeker checken of deze blaster er toevallig ligt. En hij is super tof. Dus ja. Ik word er voor les super erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zie jullie allemaal weer in de volgende video over 2 dagen. Over 1 dag. Ik doe er denk ik 1 dag steeds tussen. Dus jullie hebben een hoop video's deze week. Goed, ik wil je super erg bedanken voor het kijken naar deze video. Zoals ik al zei, vergeet even niet te liken en te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. En ik zie jullie allemaal weer later. Skapow!